Wij voeren u terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attendat bij Suti Falk. Tim Tegi, bal bij Wasi Apistendati. Oroebal Mantori. Was Donkie de Oroebal Mantori naar de Sanlan Legend? Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wieneschaal. Maar ook toe Benny Kianci, Clyde McDonald, Roland Frando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends. Zou ook ons Donkie de Oroetori kombakken. Nostalgie van zo heb je me niet. Oroebal Mantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Oroebal Mantori, zonder bakana, ja, tap SRS. Zondag 3 april in Oroebal Mantori, Marlon Velter en Malcolm Weibold. SRS. Oroebal Mantori, dat op Radio SRS Suriname. Wij voeren u terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attendat bij Suti Falk. Tim Tegi, bal bij Wasi Apistendati. Oroebal Mantori. Was Donkie de Oroebal Mantori naar de Sanlan Legend. Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wieneschaal. Maar ook toe Benny Kianci, Clyde McDonald, Roland Frando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends. Zou ook ons Donkie de Oroetori kombakken. Nostalgie van zo heb je me niet. Oroebal Mantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Oroebal Mantori, zonder bakana, ja, tap SRS. Zondag 3 april in Oroebal Mantori, Marlon Velter en Malcolm Weibold. SRS. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging voor uw smaakpapillen? Spits de oren. Op vrijdag 25 februari opent Le Classique Food haar deuren. Vanaf 12 uur kunt u genieten van 100% Surinaamse gerechten. Pom, pastei, soepen, verschillende vissoorten en nog veel meer. De donderdag en vrijdag zijn de vaste barbecue dagen. En zaterdag en zondag hebben wij doks, krab en garnalen. Le Classique Food staat aan de Plutostraat 209. Open van 12 uur tot 6 uur. Voor meer info bel op 8-72-85-23. Vergeet onze Le Classique Lounge niet te bezoeken. Voor meer info bezoek onze Facebookpage Le Classique. Hartelijk goedemiddag, welkom bij Oroebal Mantori op deze zondag. Het is vandaag 3 april en we hebben dus een nieuwe aflevering voor u. Zoals u dat elke zondag om 3 uur hier hoort op de 96.3 FM. Vandaag, u heeft het gehoord in de begintune, Marlon Velter en Malcolm Weibold. We hebben vandaag twee verdedigers in de studio. Heren, wat schiet Konai? Gewoon aan jullie, welkom. Ja, dank je. Alles goed? Ja, hartelijk wel. Oké. Te beginnen met Marlon Velter. Ik denk dat jij ouder bent dan Malcolm. Oh, ik zou het niet weten. Hoe dat verschil zo? Misschien zelf de leeftijdsklasse. Oké. Marlon Velter, geen onbekende naam. Hoe is het voetballen begonnen? Baby, leer play bal. Oké. Mm-hmm. Dus als ik moet vertellen, eigenlijk begin ik altijd te lachen, want het is makkelijk gegaan. Je weet, in je jongere jaren speel je altijd hoeveel straat is. Dus ik ga even globaal vertellen, speel je gewoon hoeveel straat. Ik ben ontdekt geworden door een zekere heer, Sonny Isaias. Hij was trainer en zo. En, hij had een ploeg in Coroni, want daar ben ik opgegroeid. Okay. Ja. 13-jarige leeftijd ben ik begonnen met lidbonden. Dus eigenlijk jeugd heb ik niet echt gespeeld. Jeugd is bedoeld jeugdvoetbal. Maar daar in corona had je niet echt jeugdvoetbal. Alleen scholen, toernooien. Daar heb ik, werden de beste eruit gehaald. En zo kwamen we naar de stad om te spelen tegen bijvoorbeeld Paramaribo, Brokopondo en zo. Ja. Dus op mijn 13e ben ik begonnen met een spelen bij een lidbond en zo. Corona sportbond. Ja. Welke ploeg? SV Lobby, het was toen SV Lobby. Ja. Dus ik kan me nog herinneren, ik zou invallen. Ik zou mijn eerste invalbeurt maken. Maar een arbiter stond daar. Dus, en vroeger moest je
Ik denk, ze hadden gezegd, je begon met 16 jaar. Maar ik was de jongste tussen allemaal. Ik was klein. Ja, ja. Ik dacht, nee, deze kan niet, man. Dus net zou ik mijn invalbeurt maken. Allemaal weiger. En de arbiter vroeg me, maar hoe oud ben je? Heb ik voor hem gelogen. Ik heb gezegd 14. Maar je wist dat ik 13 was. Corona is klein. Iedereen kent ieder daar. Ik heb gezegd, nee. Je gaat niet kunnen spelen. Wel. Mie creëren. La heerte, mie creëren. En zo. Maar later toch in de tweede ronde heb ik toch kunnen spelen. Zo. Dus van lobby heb ik zeker, mijn lobby heb ik zeker 5 jaar, 6 jaar gespeeld. Daarna ben ik overgestapt naar corona. Want corona zou, want de gebroeders Slagveer waren daar. En ja. Ze waren kampioen geworden van Suriname, maar semi-kampioen. De meesten hadden de ploeg verlaten, dus we dachten van nee. Je sluit aan. Ja, de meesten hebben ze daar gepikt, dat sluit aan. Voor zover na corona, Malcolm, Weibold, je hebt ook gespeeld, je naam Beertie Boy. Ja. Ja, niet ver van hier, van het Zikastraat. Ja, ja. En hoe ben jij begonnen op straat? Bij mij begon het thuis, onder het thuis spelen met je broer. En op 8-9-jarige leeftijd heb ik me aangesloten bij de Robins. Ja. En ja, ik was toen de jongste, want er waren toen alleen maar jongens van 16 jaar, 17 jaar. En na mij kwamen er dan wat meer leeftijdsgenoten. Op Sousis, hè? Op Sousis. Je noemt een Sousis-generatie. Ja, ja. Ja. We begonnen dus op het klein veld daarvoor in, waar nu een kunstgrasveld is. Oh ja. En zo groeide je door de leeftijdscategorieën. En ik heb het toch geschopt tot de senior bij Robin Hood. En je periode, je begon als kleine jongen daar. Welke fases heb je gehad? Want je had pupillen, aspi. Pupillen, mini-aspiranten en de aspiranten. En daarna overgegaan naar de jeugd. En vanaf mijn 17 of 18e jaar heb ik bij de hoofdklasse meegedraaid. Ja, vrij jong. Ai. Ja, ja. Marlon, jullie zijn verdedigers uiteindelijk geworden. Als aan begin in de verdediging? Nee. Lobby? Ik heb bij lobby ben ik gestart als een verdedigende middenvelder. Dus daarna, ja, 2-3 mannen zijn weer weggegaan. En zodoende ben ik naar achteren gegaan, dus een stap terug gemaakt. Als 13-jarige, 14-jarige? Nee, daar was ik toen zeker 16. 16, oké. Okay. Ja, dus vanaf die ben ik daar gebleven. Gewoon hetzelfde. Als verdediger, je was een beetje jonger, kleiner. Ja. Hoe was aan begon? Fysiek? Ik had de durf, dus ik was voor die man bang. Dus je was een jongen gemonster, zeg maar toch. Ja. Dus ik ging gewoon op je af. Dus. En je ging toen naar corona? Ja. Ook als verdediger? Ja, dus bij corona heb ik zeker 6 jaar gespeeld ook. En er was toen de tijd, na competitie hebben we gespeeld tegen Nationaal. En daar hebben ze me, laat maar zeggen, is Nationaal gekomen en gevraagd. Ze hebben gevraagd als ik voor ze wil komen spelen. Ik heb gezegd van, als jullie promoveren naar de hoofdklasse kom ik, maar zo niet kom ik niet. En zo. Zijn gepromoveerd, dus daar heb ik de overstap gedaan. Okay. Corona Boys, Zaptak, je had Corona Boys en Coroni Boys. Hoe was het voetballen daar, die periode, waar rivaliteit bij de? Nee, Coroni Boys is hier. De Coroni Boys is van de stad. Ja, ja. Je hebt Corona was van Coroni. Maar ja, Coroni Boys was van de stad, ja. Dus er meer Coronianen die in Coroni Boys hebben gespeeld. Ja, ja. En toen, de rivaliteit daar onderling, ploegen van ABD, want dan heb je een gemeenschap, Lamassab de Serefi. Ja, dat was goed. Dus daar, ik weet van, ja, toen kan een club daar, La Fouco. Het was van een inspecteur, was agent Riedewald, Gopu. Dus wanneer het op aankwam bij corona en La Fouco. Ja, Lotdebel, ja, stadionprobleem. En een paar van de Slagveer hadden ook wel gespeeld, dus ja, Lotdebel. Malcolm, jij groeide toen uit Idoro Bijiwang. Hoe waren je eerste periodes daar? Wat kan je nog herinneren? Wat kan je met ons delen? Ik maakte mijn debuut tegen Boksel in het SZ-stadion toen de tijd. En ik begon daar als linker vleugel aanvaller. Oké.
Dus ik ben niet in de hoofdklasse begonnen als een verdediger. Uh-huh. Ik ben begonnen als linker vleugelaanvaller. Uh-huh. En geleidelijk aan maakte ik een stapje terug in de linie. Kwam ik als linksback te spelen. Uh-huh. En nadien ben ik in het centrum verhuisd. Oké, okay, dus je bent gokom links. Klopt, omdat ik in de aspirantenklasse had ik ook een beetje als aanvaller gespeeld. Ik heb zelf in de spits gespeeld toen. Dus het aanvallen zat een beetje in me. En trainer Kolf zag dat in me. Mm-hmm. Ik had een goede voorzet in de benen. Dus vandaar dat hij me op de linker vleugel gebruikte toen. Mm-hmm. Maar ik was niet een loopwonder. Dus vandaar dat ik ervoor koos om een stapje achteruit te doen en naar achter te gaan. Oké. Okay. Kan je nog herinneren, hoe ging dat? Die overschakeling van links naar het centrum? Het ging eigenlijk vrij goed. Je hoefde niet je aan te passen? Of? Nee. Omdat ik bij de jeugd ook al in het centrum had gevoetbald. Ah, dus okay. Het was voor mij een bekende positie. En als wie speelde je daar? Ik heb daarnaast Marcel Riedewald gespeeld. Okay. Maro. Uh-huh. En daarna nog met een paar anderen. Maar het beviel me heel goed. Oké. Okay. Marlon, jij ging dan naar... Paramaribo, Faber, eigenlijk dat was eerst wennen, maar ik had je weet, discipline moet je hebben. Ik dacht, vanaf toen ik begonnen ben met voetballen, heb ik in mijn hoofd gezegd van ik wil toch voor Suriname spelen, ik wil een keertje voor Suriname spelen. En dat had ik in mijn hoofd gezet. Dat was je doelstelling? Jawel. Dus ik dacht van hier is een kans. Heb ik direct grepen. Dus heb ik de overstap gedaan naar Nationaal. En van daaruit begon het opwaarts te gaan. Dus, Met welke jongens heb je zoal gevoetbald daar? Het waren niet echt klinkende namen, maar je had een Bagwandin, Shabahite. En je had een Franse jongen, Kwaku, Etienne Kwaku, Loswijk, Baywa. Ja. Dus een aantal goede jongens. Ik had een Weinstein daar, een linksbenige. Ja, die was zeer goed, dus een beetje af voor hem. En een keeper, Marjano Yabini. Het echt klinken, maar die mannen waren meer van Patwanika. Of ze zijn van Patwanika. Oké. Je hebt gespeeld voor Nationaal. Hoe vond je het zelf? Hoe pleit tegen de gevestigde ploegen? Robin Hood, Leo Victor toen? Je weet, pas in de hoofdklasse, je maakt dat ik groen, dus. Ja. Je gaat kijken hoe dat ding eraan toe gaat. Je kan niet zomaar op iemand afgaan en zo. Dus zij hadden meer ervaring, zij hebben langer gespeeld en zo. Dus jij bent pas. Dus je gaat kijken hoe dat ding eraan toe gaat. Het was niet echt een probleem, maar je maakte veel fouten en zo. Naderhand ga je herstellen en zo. Dus dat. Dat is een bego. Ja, bego. Bego. Moest je werken voor je positie daar of niet door Zambé? Nee, helemaal niet. Dus toen ik daar ben aangekomen, ja. Geen concurrentie, associeer? Niet echt. Ik stond daar met jongen Tamka, Marlon Tamka. Ja, tweetjes daar speelden, want toen de tijd had je Baya Asaimi, een jonge Baya, maar die is al, tijdelijk met het eeuwige verhoofd. Dus ik stond daar met Tamka. Ja. Op den duur stond ik alleen met Asaimi. Dus het ging. Malcolm, we hebben niet gesproken over iets heel belangrijks, je periode in Stripi. Sabtaka, men zegt het vaak, if you no play ball, Stripi, you no play ball. Vertel ons over die periode. Dat was een heel leerrijke een heel leerrijke periode voor mij. Yeah. Ik heb daar eigenlijk echt leren voetballen. Omdat je op Sousa speel je, maar nog niet echt met instructies. Nog geen tactische... Je begon ook ongeschoeid, hè? Op Sousa wel, maar op Stripi speelde je al geschoeid. Yeah. En ik heb daar heel mooie jaren gehad. Ik heb ook... 2 of 3 jeugdkampioenschappen daar behaald. En met de jeugd van Robin Hood zijn we ook 2 keer landelijk kampioen geworden.
al met al mag ik zeggen, het waren heel vruchtbare jaren voor mij daar in Stripi. Ja, ja. Je hebt gespeeld onder andere met jongens als Marcel Huur. Die komen ook van die lichting, Sozes periode. Welke andere spelers waren erbij? Van mijn lichting had je dan nog een Dwight Panka, Yapayu, George Tarsa. In het doel, wie had ik daar? Ik heb er een paar keepers gehad. Maar Gordon Kinsaini kwam er ietsje later ook bij. Wie had ik nog? Ivy. Zat er ook bij. Ja. Hij was onze topscorer toen. Ja. Zijn broer Angelo, die was er ook. Wie had ik op het middenveld? Patrick Alberg. Mm-hmm. Ik kan nu even niet meer op die namen komen, want ik heb een aantal medespelers gehad in de loop der jaren daar bij de jeugd. Oké. Je speelde dan op den duur voor Robin Hood, competitie. Welke leuke momenten heb je nog, kan je nog voor de geest halen als verdediger voor Robin Hood? Bij de jeugd? Nee, bij de senioren. Sowieso mijn debuut. Ja. Dat was mooi moment. Een hoogtepunt. Viel je in? Ik was ingevallen, ja. Het was geloof ik een wedstrijd die op dat moment 0-0 stond. Het is ook 0-0 geëindigd. Mm-hmm. Maar dan nog, het gaf je een goed gevoel dat je als jonge jongen mag invallen. En zo tussen die oudere spelers mag meedoen. Daarna heb ik een paar keer het bekerkampioenschap en de President Cup ook gewonnen met Robin Hood. Landskampioenschap heb ik denk ik maar één keer gewonnen met Robin Hood. Okay. Dat was voor mij, vind ik, wel een teleurstelling. Ik had er veel meer willen winnen. Ja, ja. Goed, Marlon Nationaal. Nationaal draaide goed. Het ging lekker. En op den duur, welke mooie momenten heb jij als verdediger gekend? Mooie momenten. Toen we kampioen zijn geworden in 2002. Periode 2002-2003. Dus daar zijn we kampioen geworden. Want de clubvoorzitter zei van binnen 5 jaar. Dus binnen 5 jaar wilde hij kampioen worden. Ja. En in het tweede jaar zijn we direct kampioen geworden. Mm-hmm. Dat was echt een mooi moment voor me. Als aanvoerder nog erbij. Dus ik dacht van. Onder welke trainers heb je gespeeld? Toen we kampioen zijn geworden. Ja. Het was trainer Vanenburg en. Bul. En lastig jaar geweest, dat competitiejaar. Was het een moeilijk jaar om te strijden voor de titel? Ja, toch wel. Dus tot de laatste wedstrijd, dat was tegen KD en daar moesten we groots winnen. En die wedstrijd hebben we 7-1 of 8-1 gewonnen, want Robin Hood was vlak achter ons. Dus als we een misstap hadden gemaakt, de man bij wie? Betronkampioen, Robin Hood, Betronkampioen. En zij moesten naar Mungo, denk ik. Mm-hmm. Mungo moesten ze gaan. Je periode in de nationale selectie om daarop te komen, ik kies oproeping? Ja, in dat jaar heb ik direct een oproeping dus gehad. Het was toen de tijd trainer Andy, had Moody Major. Dus heb ik direct oproeping gehad. Ik ging normaal trainen. Je bent pas, dus ik stond samen met een, Meiland. Maar zijn bijnaam is Baster. Amelo. Dus alle jongens die daar voor mij waren. Dus ik dacht van, zo, nu wordt het spannend. Nu moet je gaan battelen voor je positie. Ik heb niet opgegeven, dus ik ben gewoon door blijven trainen. Ze zijn naar Aruba gegaan. Okay, ik ben nu meegegaan. Zijn teruggekomen en die heeft me op de bank. Dus, in de 18. Ik was wel in de 18. Zat op de bank. En waar ik eigenlijk ben begonnen, was in Frans-Guyana. Mm-hmm. Dus daar heeft trainer Andy me. Dus de tweede wedstrijd. Eerste wedstrijd heb ik ook niet gespeeld. En tweede wedstrijd dacht ik van. En we hebben 2 oefenwedstrijden gespeeld tegen Frans-Guyana. En in de spits bij Frans-Guyana had je een grote, sterke heer. Dat boy. Amelo en Baster, laat me zo zeggen, Baster, meest Meiland. Stonden eerst daar. Dan heb ik de kans gehad, de tweede wedstrijd. Ik dacht van, boy, één van jullie. Sorry hoor. En de heer was sterk aan mijn bed, dus ik dacht van, oké. En ze battle begonnen.
zolang amigo. Direct grow. Dus daar heb ik vanaf dien tot een 2011 ben ik gestopt. In Orasa Postmodo. Ben ik nooit meer op de bank beland. Wat deed het je op de bank? Je kreeg oproeping, maar je zit op de bank in een kies Betty. Hoe ga je daarmee om? Als je als je naar andere mensen zullen, dus mensen die negatief, negatief, en dat zou je zeggen van oké, ik ga niet meer. Maar ik had wel een wil. Want bij je club, je man. Ja. Captain. Maar je staat daar, je staat ook met daar een paar gasten daar die ook dingen zijn bij hun club. Ja, ja. Dus je moet gaan bettelen voor je positie. Dus voor mij was dat normaal. Welke periode heb je gespeeld voor de nationale selectie? Vanaf 2002 tot 2011. 2011 december 2011 was mijn laatste wedstrijd. Het was een ABC toernooi tegen Curaçao. Dus daar heb ik gezegd, oké, ik stop. Ja. Malcolm, jouw periode voor de nationale selectie, wanneer kreeg jij oproeping? Dat was in 1999. Onder wijlen nu Pieter Frenkel kreeg ik mijn eerste oproeping. Het was een uitnodiging die we hadden gehad om naar Brazilië te gaan. Mm-hmm. Daar waren we 2 weken om een paar oefenwedstrijden te spelen. En voor mij was het een hele eer om als jonge jongen te zijn tussen die oudere heren. Yeah. En ja, ik voelde me op dat moment nog even onwennig, want je keek echt op tegen die heren. Maar omdat ik nadien nog een paar, vaker nog tussen ze was, begon het te gewennen, vind ik. Ja, ja. En daarna, welke andere wedstrijden heb je meegemaakt? Ik heb vanaf 1999 tot 2008 geloof ik in de selectie gezeten. Dus je hebt met Marlon gespeeld? We waren vaker samen. Alleen was ik een paar jaar er niet bij, omdat ik geloof in 2005 van Robin uit wegging en dan ging ik naar Boskamp. En je weet hoe de dingen zijn, als je bij een kleine club gaat, dan val je ook buiten het zicht van de bondscoach. Dus in 2008 kreeg ik dan weer een oproeping om mee te doen aan een kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica. En nadien gingen we naar El Salvador om de Gold Cup te spelen. Ja. En dat was dan laatst, juist Cuba. Ja. En daarna heb ik geen oproeping meer gehad. Dus jullie hebben die kwalificatieronde afgewerkt. El Salvador, Costa Rica, hier. Haiti. Haiti, ja. Toen wij in feite het vers waren gekomen na die 78 periode. Was nog net voor het laatste blok, hè? Ja. Van de CONCACAF elite. Moet dat eens zo. En je zei je vertrok van Robin Hood. Andere uitdaging, had je genoeg? Nee, het was het waren redenen waar ik eigenlijk niet graag over praat. Okay. Maar de periode dat ik bij Boskamp heb gespeeld, waren wel heel leuke voetbaljaren. Waarom heb je gekozen voor Boskamp? Een bewuste keuze of hebben ze je benaderd? Ze kwamen eigenlijk op mijn pad. Ja, ja. En ja, ik ben oer Robin Hooder, dus ik vond niet dat ik het kon maken om naar een concurrent te gaan. Ja. Dus ik koos er liever voor om naar een kleine club te gaan. Mm-hmm. En achteraf bekeken heb ik geen spijt van dat besluit. Waarom? Ik heb heel mooie en leuke jaren daar bij Boskamp gehad. Mm-hmm. Ik wil bijna zeggen, mijn leukste voetbaljaren heb ik daar beleefd. De waardering en de beleving die je bij een kleine club krijgt, is veel meer en beter, vind ik, dan wat je bij een grote club krijgt. Okay. Dit is wel scherp gesteld. De mensen waarderen je veel meer. Ja, ja. Ja. Niet dat ze je aanbidden of zo, maar ik bedoel... Almost. Bijna. Oké. Ik kwam daar als eigenlijk de grote naam. Mm-hmm. En het waren veelal jongens uit het district van Saramaka en Coroni. Mm-hmm. Geen bekende jongens, dus je komt eigenlijk daar als de man. Ja. En ze trokken zich op aan mij en we hebben het ver geschopt in het tweede jaar dat ik daar was. We zijn semi-kampioen geworden in dat jaar. We streden nog wel heel lang mee om het kampioenschap. Ik kan me nog herinneren dat jaar. Kwam Inter Mongotapu daar op bezoek. En die wedstrijd hebben we 1-0 verloren. Hadden we die wedstrijd gewonnen, dan zouden wij kampioen worden. Ja. Marlon, je hebt zoveel tegenstanders gehad.
In de verdediging, je kiest bepaalde gevestigde namen als spits tegenover jou. Welke jongens kan je nog herinneren dat dit is Guy Rocco? Ja, maar voor een aantal gaat. Die Clifton, Sanfrit was een behendige, die was lastig. Je had ook Sinnagel. Mm. Benny heb ik niet echt gehad en zo, maar ik kan me nog zeggen dat boy. Ik heb wel achter hem gerend, hoor. Maar kies me hoor, wel ja. Dat kan ik hem niet pakken, dat was ik gekregen. Een aantal Claudio Pinas, die was ja, ik zeg het nogmaals, die, ik kan niet voor hem trappen, want dat mag je naar de zijkant. Dus je had echt een paar lastige gasten ook. Wat voor verdediger was jij? Je bent vies, die? Dat ik vies was, ik ging op de bal af. Ja. Dat ik echt vies was, maar ik ging gewoon op de bal af. Heb je vele rode kaarten genomen? In mijn carrière, denk zeker. Als verdediger ga je sowieso kaarten krijgen. Dus ik had vier zo wel. Ik weet dat ik 3 keer naar de strafcommissie moest gaan. En het was al een bekende arbiter Antolo. Dus, ook toen gelijk. Antolo Pinas, dus zeker 3 keer bij hem. Ja. En bij arbiter Voorman ook. Dus, 3-4 keer zo. Ja. En je, Malcolm, welke spitsen hebben je, of aanvallers hebben je het leven zuur gemaakt? Ik zal noemen een Patrick Sinnagel, Clifton Sandvliet, Roberto Cebeda, Benny, Claudio zeker vanwege zijn fysieke spel. Die Carlos Loswijk vond ik ook lastig vanwege zijn bewegelijkheid. Dat waren toch wel de spitsen waarvan ik dacht van hey boy, dit wordt een lange middag voor me. Hoe ging je daarmee om soms? Want je moet dan je systeem een beetje gaan aanpassen, de manier hoe je hem aanpakt. Nou, ik heb mijn systeem eigenlijk nooit echt aangepast aan hun. Bepaalde spitsen pak je fysiek aan, weer anderen geef je ruimte om te kijken wat hij doet. Ik ben nog steeds een verdediger die net af van het fysieke spel houdt. Je houdt er niet van? Nou. Dus ik probeer de situaties te lezen zoals men het zegt, of te anticiperen. Mm-hmm. En daardoor probeer je dan de bal te winnen. Maar het fysieke duel schuwde ik vaak genoeg. Okay. Ook veel kaarten net als Marlon? Mensen zijn vaak genoeg van, netjes voetballen. Ja, dat zijn we. Minette kaarten. Ik heb geloof ik maar 1 keer een rode kaart gehad en dat vond ik was onterecht. Mm-hmm. En ook dezelfde arbiter die Marlon net noemde, Antolo Pinas. We gaan zo over die rode kaart praten, we nemen even een break en zijn zo bij u terug. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging voor uw smaakpapillen? Spits de oren. Vanaf 12 uur biedt Le Classique uw 100% Surinaamse gerechten aan. Pom, pastei, soepen, verschillende vissoorten en nog veel meer. De donderdag en vrijdag zijn de vaste barbecue dagen. En zaterdag en zondag hebben wij docks, krab en garnalen. Le Classique Food staat aan de Plutostraat 209. Open van 12 uur tot 6 uur. Voor meer info bel op 8-72-85-23. Vergeet onze Le Classique Lounge niet te bezoeken. Voor meer info, bezoek onze Facebookpage Le Classique. Oroebal Mantori, dat op Radio SRS Suriname. Wij voeren u terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attend dat bij Suti Falk. Tim Tegi, bal bij Wasi Apistendati. Oroebal Mantori. Was donkey de Oroebal Mantori naar de Sanland Legend. Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wieneschaal, maar ook de Benny Kiansi, Flight McDonald, Roland Grando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends zou ook ons donkey de Oroetori kombakken. Nostalgie van zo heb je me niet. Oroebal Mantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Oroebal Mantori, zonder bakana, ja, tap SRS. Zondag 3 april in Oroebal Mantori, Marlon Velter en Malcolm Weibold. SRS. Ja, de heren zijn in de studio, Marlon Velter en Malcolm Weibold, met wie we vandaag praten. Waar gestopt bij je rode kaart, je enige rode kaart. Je zegt is onterecht, Samsa. Ah, dus
was een duel tussen Raymond Kemper en ik. Mm-hmm. Maar daarvoor had zich iets voorgedaan waarbij hij me geloof een elleboogstoot had te geven. En ik wenkte arbiter van, hey arbiter, aan mij, nak mee. Mm-hmm. Maar hij zei van, hey, speel. Dus ik zei van, oké. Okay. Mm-hmm. En enkele minuten daarna ging ik in een duel. Fair vind ik, mm-hmm. maar van achter. En volgens Antolo's interpretatie was het eigenlijk een retaliation op dat moment van daarvoor. Dus gelijk een rode kaart voor mij getrokken. Terwijl het niet eens zo'n zware tackle was. Het was niet eens zo zwaar. Ja, ja. En dat vind ik tot nog toe wel een smet voor mijn carrière. Ja, maar ben je niet, moest je niet bij de strafcommissie gaan verklaren? Ik moest voor dat geval wel naar de commissie, mm-hmm. maar ik heb een milde straf gehad. Oké. Goed. Marlon, heb je tegen Weibold gespeeld? Ja, ja. Vaak genoeg. Bij de Lindbanden ook, no? Nee. In de hoofdklasse. Okay. Ah, hoofdklasse. Ja. En hoe vind je hem zelf? Dus we hebben samen tegen elkaar gespeeld vanaf Nationaal. Toen ging hij naar BBC. WBC. Ja, daar hebben we een aantal jaren de degens gekruist. Ja. Okay. We kwamen elkaar niet echt tegen op het veld. Dus wij beiden zijn centrale verdediger. Alleen bijvoorbeeld bij een corner zo. Maar voor de rest niet. Wat vind je bijzonder aan Malcolm? Net wat hij zei. Hij weet af van het fysiek spel. Dus hij moet het netjes maken. Dat vind je? Ja, hij kan wel lezen. Eerlijk gezegd, hij kan goed lezen. Dus men zegt lezen tot dus. Ja. Dat wel. En wat vind jij bijzonder? Wat Marlon heeft? Sowieso de kracht die hij heeft. En dat werkt imposerend op de tegenstander. Want aanvallers gingen niet makkelijk met hem in een duel. Mm-hmm. Als horen van hij velt er daar. Dan maak ik back. Dat weet ik allemaal. Nationaal, je werd kampioen. Daarna WBC. Ik werd ook bekerkampioen bij Nationaal. Mm-hmm. Ik denk, President Cup heb ik. Ja, President Cup heb ik ook gewonnen bij Nationaal. Ja, net wat Mali zei van de waardering die ik krijg bij een club. Dat mag ik ook niet vergeten. Dus bij Nationaal heb ik die wel gehad. Ja. Dus kan je van niet anders stoelen en banken. Maar bij Nationaal heb ik die waardering echt gehad. Ja. Ze hebben zelf ons schoen met mijn naam erop gemaakt. Okay. Ja. Dus eigenlijk mag ik geen promotie, maar bij deze bedankt ik zo alsnog. Dus ik heb die waardering gehad bij Nationaal. Ja. Het had gewoon een klein probleempje. Dus, dus ik heb ik de overstap gemaakt naar WBC. Mm-hmm. En welk jaar was dat? Dat was in 2008. Ik was voor stage naar Cyprus. Bij mijn terugkeer heb ik een half jaar gespeeld voor zo'n half seizoen. Mm-hmm. Heb ik de overstap gedaan naar WBC. Cyprus? Ja. Interessant. Ja, ik heb ook een paar wedstrijden daar gespeeld samen met Lupson en Brandestein. Ja, maar die raakte geblesseerd, dus hij kon niet meedoen. Mm-hmm. Maar in Cyprus had je ook eenzelfde regel van je mag 3 buitenlanders hebben en zo. Dus, ja, klopt toen. Ja. En daar had je had je een Turk en een Braziliaan en wij van Suriname. Dus eigenlijk 5. Ja. Dus je moest een keuze maken. Niet direct een keuze, ze hebben me wel gevraagd hoor. Maar ik dacht van, ik wil samenspelen met mijn Surinaamse jongens. Dus ze hadden me een andere club aangeboden. Dus ik zou eigenlijk tegen ze spelen. Ja. Ik dacht van, maar ik blijf bij me. En hebben ze ook gezegd van, oké, daar had je ook tussentijds transfer. Dus nadien kon ik wel spelen. Dus je zou je profcarrière daar officieel kunnen starten? Niet echt prof, maar daar was het op mijn ogen. Niet. Net als Trinidad. Iets over en Trinidad. Ja. Dus ik dacht van, ik wil de voetballer. Ik ga niet zo lang wachten, maar blijven trainen. Ja. Heb ik ervoor gekozen om terug te komen. Dus Lupson alleen is daar gebleven. Brandestein, die is geblesseerd geraakt. Hij kon niks doen, dus hij is ook teruggekomen. Mm-hmm. Zodoende ben ik teruggekomen. Okay. Toen ik hier ben gekomen, heb ik een half jaar voor Nationaal gespeeld. Heb ik de overstap gedaan naar WBC. En hoe was het voor jou daar? Bij WBC? Mm-hmm. Ja, maar eigenlijk bijna hetzelfde. Mm-hmm. Bijna hetzelfde als Nationaal. En WBC had een vechtersmentaliteit. Daar, daar kreeg je het echt naar je zin. Want je alleen maar, laat me zeggen, vechters. Mm-hmm. Mannen die wilden werken. Dus voor mij was het ook leuk daar bij WBC. En je had jouw positie geen concurrentie of je was de man?
Concurrentie niet echt ook. Want daar heb ik gespeeld met Clifton Chilipsy. Eigenlijk meer met Clifton. Yeah. Ja. Was ook zo'n soort... Hij was tengerig, maar... Ja, ja. Kracht in zijn benen om een bal te trappen. Malcolm, hoeveel jaar heb je voor Boskamp gespeeld? Voor Boskamp heb ik 6 of 7 seizoenen gespeeld. Oh, mooi lang, man. Ai. En nadien je had nooit ik... behoefte om ergens anders te gaan? Of, Niet echt. Omdat ik eigenlijk ik hou niet van wisselen van ploegen. Uh-huh. Maar na dat 7e jaar, geloof ik, toen kwam het in gedrang met mijn werk. De werktijden van me waren moeilijk, waardoor ik ook niet echt meer kon gaan trainen. Uh-huh. En ja, ik heb toen ervoor gekozen om terug te gaan naar Robin Hood. Mm-hmm. Dat was toen de ploeg kampioen was geworden. En nadien zijn veel jongens vertrokken. Oh, ze zijn dan naar WBC vertrokken. Ja. En toen werd mij gevraagd van, hey, kan je ons komen helpen? Mm-hmm. Ik heb het een jaar gedaan, maar eerlijk gezegd ik vond dat... Welk jaar was dat? Oei. 9 of 10 jaar geleden. Oh, okay. En dat vond ik eerlijk gezegd mijn minste voetbaljaar. Ik heb niet gepresteerd naar wat ik vind dat ik kon. Yeah. Ik heb na dat jaar dan de overstap gemaakt naar Excelsior. Mm-hmm. En daar heb ik 2,5 jaar gespeeld. In het eerste jaar daar zijn we gelijk semi-kampioen geworden. Mm. Dat was ook een heel leuk voetbaljaar. Een mooie tijden gekend. Hè? Ja, ja, ja. Dus al met al zeg ik van, ik heb een leuke voetbalcarrière gehad. Oké. Voetbal en verdiensten. Hoe ging dat bij Robin Hood, Boskamp? Kon je van, je bekend, bij was soft. Sowieso was soft. Sowieso was soft, maar niet dat je ervan kon leven. Ja, bij Boskamp kreeg je ietsje meer, maar het was datgene wat je nodig had. Nog net de dingen mee kon doen die je moet doen. Ja. En ja, je weet, bij een kleine ploeg, dan krijg je ook wat men zegt, bakantie krijg je dan ook nog wat. Ja. Waardoor dat toch wel wat werd. Ja, en daar heb ik het een paar jaren mee kunnen doen. Okay. Marlon, Injang? Nee, want nationaal had je regeling. Dus oké, je kreeg daar, eind van de maand kreeg je een bedrag, een tegemoetkoming. Maar als je bijvoorbeeld 4 trainingen zou missen, dan kreeg je niks. Dan zou je alleen wedstrijdpremie krijgen. Oh, okay. Dus ja, dat zo'n regeling had men daar. Dus, niet dat je gewoon à la dol geld kreeg of zo? Want nee. Zo, dat je trainde hele maand en daarvoor kreeg je een vergoeding. En wedstrijdpremie kwam er ook bij kijken en zo. Dus. En wat Mali zei van, ja, toch een sponsor. Van mijn lobby aan elkaar, ik kijk daar, er is wat voor je alsjeblieft. Ah, ieder kreeg. Ja. Ieder. Dus als men zegt van, ik heb niet gehad, dan ligt men, maar ieder kreeg. Oké, is toch meegenomen? Ja. Voor Aladdin aan zijn onkosten en zo? Ja. Dekt een paar dingen, onkosten. Je moet, toen de tijd dat ik al, had je auto, bronfiets, dus je kon tanken. Mm. Wanneer je naar huis ging, kon je tenminste een pak brood of iets kopen. Dus, jullie leuke momenten met de nationale selectie. Dat was ook een heel interessante periode. Leuke moment, dat was eigenlijk, toen we zijn naar Nederland gegaan met de selectie. Dat is Nederland, Welk jaar? Wanneer was het weer? Ondertrainer Bundel. Welk jaar was het weer? Ik ben vergeten. Ja, we hebben daar gespeeld tegen VVV Venlo. Ik denk 45 minuten. No? En tegen een ander club. En die naam is me even ontgaan. Dus dat was een mooi moment voor jou. En ook in 2008, toen tegen Costa Rica en El Salvador die moesten spelen. Eigenlijk het mooiste moment was toen we een Guyana hier hebben verslagen. Dus met 1-0 en thuis bij een 2-1. We dachten van oké, we gaan nu naar een stapje verder. Het was echt een leuk moment. Ja, want we kwamen toen in die voorlaatste kwalificatie ronde van de CONCACAF. Ja. WK voetbalkwalificatie. En toen hadden we Costa Rica, El Salvador, Haiti. Nog net een beetje te zwaar voor ons. Malcolm, welke
momenten zullen je altijd bijblijven? Voor mij is sowieso nummer 1 de WK-kwalificatiewedstrijd die we jaren geleden hier hadden gespeeld tegen Sint Lucia. We hadden, daar op Sint Lucia hadden we geloof ik 1-0 verloren. Oh, en hier, nog en hier in een bomvol stadion hebben we dan 1-0 geloof ik gewonnen. En dan met penalties zijn we overgegaan. Is die wedstrijd waar president Weidenbos de kleedkamers in was gekomen? Ja. Dus dat snap je waarom. Ja. En hij noemde de naam Doelman Tempo apart. Dus dat was een leuk moment. Het was echt een mooi moment om mee te maken. Ja. En ja, het tweede moment voor mij was mijn laatste wedstrijd hier in Suriname tegen Costa Rica. Het moment dat, die jongen? Brian Ruiz naar me toe stapte om shirtje te wisselen. Ja, ja. Mooi, mooi. Ai. Heb je het nog? Ik zal niet zeggen wat er is gebeurd. Jee, ogen. Ik mis dat bij spelers, hè? Bepaalde memorabilia, noem men het. Dat Joran dat waardevol is of zo. Heb jij dat? Heel weinig. Bijna niets van de tegenstanders heb ik overgehouden. Ja, ja. Behalve gewoon faantjes die je voor de wedstrijden krijgt. En jij, Marlon, in het Chibri Next, hoe voor je? Ik heb... Die schoen met je naam? Die schoen heb ik nog steeds. Okay. Ja, heb ik nog steeds. Het staat thuis. En ik ben ook twee keer teamsporter geworden van het jaar. Ja. Bij Olympisch, Olympisch en, comité daar, twee keer teamsporter. Ja, ik was ook genomineerd als een sportman van het jaar. Oké, okay. Toen de tijd was het een Gordon Chongi Tono. Ja, zoiets, ja. Dus die dingen heb ik nog steeds. Mm-hmm. Ja. Ja. Jullie hebben voor volle stadions gespeeld. Als je nu kijkt wat er gebeurt, het gaat totaal verkeerd met onze sport. Wat is jullie kijk daarop? Het voetbal leeft niet meer onder het volk. Het is weggeëpt zo'n beetje. Ja, dus als oud voetballer doet het wel wat om te zien dat er nu bijna voor een leefvoet stadion wordt gespeeld. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat toen ik als jongen naar het stadion ging, dan moest je een uur bijna voor de wedstrijd al bij het stadion zijn om naar binnen te kunnen gaan. Mm-hmm. En nu kan je de mensen in het stadion bijna op de vingers tellen. Ja. En ja, dat vind ik wel jammer. Ik ben bijvoorbeeld al een paar jaar niet naar het stadion gegaan. Ik ook niet. Ik vind het niveau is minder vergeleken met toen. Het lijkt alsof men geen interesse meer heeft voor voetballen. Dus ja, ieder op een hoek staan dan men bedoelt van om die kleine jongens te gaan poweren of zo. Dus. De economische situatie speelt daarbij ook wel een rol, vind ik. Ja, maar toen was het ook moeilijk, toch, toen je speelde. Ja, maar kijk, nu als iemand naar het stadion moet gaan, moet je rekening houden met een paar dingen. Je moet rijden naar het stadion, entry betalen, versnapering. Ja, sowieso. Zijn kosten die eigenlijk... Je kan het anders gebruiken. Ja. Ja. Terwijl als je straks bijvoorbeeld... om 4 uur voor je TV kan zitten en je geniet van een wedstrijd Barca tegen Sevilla... Ja. Dat geld dat je zou uitgeven bij het stadion, blijft in je zak. Ja. Dus dat, het voetbal dat nu op tv te zien is, maakt ook dat de mensen meer thuis blijven, denk ik. Ja. En het niveau noemden jullie een beetje behoorlijk gedropt. Behoorlijk. Is gedropt, ja. Hoe die jongens trainen toch? Waaraan kan het liggen? Kijk, ik ga niet zeggen van het ligt aan het trainen. Oké, want bijvoorbeeld als speler moet je... discipline hebben, het karakter kunnen tonen, doorzetten. Dus die dingen komen ook bij kijken. Dus hoe moet ik het zeggen? Misschien die jongens van vroeger hadden meer liefde voor voetballen. Voor het spel zelf. Maar nu, tegenwoordig als men bijvoorbeeld, ik ga gewoon ruw zeggen, als men geen geld krijgt daarvoor. Dat man ook komt. Dus ja, ik weet het ook niet. Jullie hebben beide onder verschillende trainers gespeeld voor het nationaal elftal als de club. Van welke trainer zeg je van deze heb ik heel veel geleerd en bepaalde dingen zullen me altijd bijblijven die mij heeft aangeleerd? Malcolm.
Sowieso de trainer Kolf voor mij. Ja, bij hem zeg ik wel altijd, ik heb onder hem tactisch leren denken. Ja. En trainer Rustenberg, die heb ik bij de jullie meegemaakt. Ja. En ja, bij hem heb ik leren voetballen. Wat, ja, je was een talent toen, maar je speelde nog niet georganiseerd. Ja. En bij hem heb ik dat echt geleerd. Ja. En bij Kolf is dat zich gaan verfijnen. Mm. Dus die twee heb ik hoog zitten. Ik heb ook getraind onder trainer Admo Di Medio, Andy. Mm-hmm. En trainer Jalins. Ja, ja. Trainer Jalins heb ik meegemaakt bij de selectie. Die had me ook een paar keer benaderd om de overstap te doen naar voorwaarts. Maar ik kon het niet verkroppen om die overstap te maken. Ja, ja. En jij, Marlon? Ik heb meer gespeeld onder trainer Fano Beuren, want hij was bij Nationaal. Later is hij naar de WBC gegaan, daar ben ik hem ook daar gaan aantreffen. Yeah. En trainer Andy ben ik ook daar gaan aan, dus trainer Andy ook, die was goed. En ik heb niet echt onder veel trainers getraind en gespeeld. En trainer Jalings bij de selectie. Trainer Jalings, ik mag zeggen van ja, daar heb ik ook heel veel geleerd bij hem. Dus, maar voor de rest niet echt veel trainers. Ik ga niet dat ik die andere tekort wil doen of zo, maar zijn de trainer Bundel ook. Ja, ja, trainer Bundel. Die, ja, ik had gehoord van toen hij jong was, was hij ook en fysiek was hij ook en goed. Dus, en daarvan hield hij ook. Ja. Je moet niet als een meisje gaan spelen voor hem. En, dan krijg je direct aan je oor te horen. Dus ja. En jullie hebben geen interesse om, coach te worden of zo? Ja, tuurlijk wel. Ik heb wel een TC3. Zaalvoetbal? Opleiding. Van KFAB gevolgd. Okay. Dat was tijdens... Mm-hmm. Ja, toen waren we nog bij de selectie. Oké. Okay. Nee, ik was niet meer bij de selectie, maar Tine Jalings had het georganiseerd en zo. Maar die mannen van KFAB waren hier. Het was een TC3 jeugdopleiding. Dus jeugd kan ik alsnog. Maar ja, de tijd. Ik kreeg geen tijd om die andere opleidingen te gaan volgen. Dus, maar ik wil alsnog. Tuurlijk. En jij mag wel? Vooralsnog heb ik die ambitie nog niet. Maar misschien in de loop der jaren dat zich zal ontwikkelen. En kijken waar ik mijn krachten kan geven. Voordat we afronden, zijn er momenten waar je soms nog over nadenkt, fouten die je hebt gemaakt in een wedstrijd, waar je zegt van, dit moest ik, als ik het opnieuw kan doen, wie bedoel een trafassie? Ik vooral. ik kan me nog goed. Dus het is nog, het zit nog hier, dus de wedstrijd tegen El Salvador hier. 3-1, hoe las je nog? 3-1, ja, ja. Van een autogoal. Mm. Ik heb een autogoal, dus eigenlijk het was een lange bal. Het was een lange bal en we hebben het op een lopen gezet, dus die spits en ik was een meter voor hem. En een lange bal ging richting Aluma. Aluma stond in het doel. Ik dacht van, ik kan het niet voor hem koppen, anders gaat het te komen, want die spits is op snelheid. Ik dacht, ik werk het even weg naar de buitenkant, maar per ongeluk is het op mijn pad, mijn schiendekker gekomen. En het heeft gewoon een boogje zo gemaakt. Achter Aluma stond zeker een halve meter, of nee, een meter voor het doel. Ja. Achter Aluma, ik dacht nog bij mezelf, ik ga de Aluma pura bal geven. Dan hey, net een vingertip. Ik kon het niet, kon de redding niet brengen. Dus, en in diezelfde wedstrijd hebben we weer een penalty gehad. En ik was de eerste. Dus ik dacht van, ik maak het goed. Dus toen ik die autogoal heb gemaakt, dacht van, Gado heeft me bij mijn boren onder de grond is gue. De Suriname is daar op tribune. Ik dacht van, oké, ik wil het weer goed maken. Mm-hmm. Het zou, ik denk, 1-0 worden als ik gescoord had. Of 1-1, 1-1. 1-1, denk ik. Ja, ja. En die doelman. Poeren. Ja, poeren. Dus ik dacht bij mezelf, oh god, de hele dag was voor mij. En een week lang ben ik niet over straat gegaan. Dus ik dacht, en ik, datzelfde jaar ben ik naar Nederland vertrokken op vakantie. Mm-hmm. En ik stond daar, ik liep gewoon in daar in Amsterdam. Een kleine jongen keek gewoon naar me. Meteen, hey, en allemaal als een leuke auto goal. Daar ben ik mezelf, boy, hey, hoe dan niet erop. Dus het is echt blij gebleven hoor. Ja, ja. En jij, Malcolm?
Specifieke gevallen heb ik niet zozeer in mijn mind, maar... Dat is niet meer echt fout. Blunders of... Fouten, nou, dan waren het momenten waar ik anders kon ingrijpen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld door een sliding. Maar ik koos er altijd voor om het, zoals we eerder zeiden, op een nette manier te doen. En dat werkt niet altijd. En dat heeft soms wel geresulteerd in tegendoelpunten. Okay. Ja, en dus niet takila zo'n play om een fout? Niet dat ik me dat kan herinneren. Okay. Dus een tegendoelpunt dat van mij kwam, ik had ook een moment en dat was mijn eerste of tweede jaar bij National. Nee, derde jaar. We hebben tegen dezelfde Robin Hood gespeeld hier in SZ. Het was een bekerwedstrijd en ik weet niet hoe het is geëindigd, maar we moesten penalty trappen. En ik heb mijn laatste penalty genomen en ik weet, Kleidersdale, no? Was doelman, no? Oh, Kleidersdale. En toen de tijd nam ik geen, ik plaatste geen penalties. Oerhard. En die keeper stond gewoon in het midden. Ik dacht, hé, deze heeft gewoon een bommel. Maar stomp een bal komt terug. Dat was de laatste penalty. Mijn dag was... Bij je club nam je de penalty? Ja. Ja, selectie ook. Dan net toch wat. Ik kan nu toch wel op een punt komen. Ik kan me wel een penalty herinneren die ik, als ik die had gescoord, dat we de wedstrijd of hadden gelijk gespeeld of hadden gewonnen. Ja. En dat het ook een andere wending zou geven aan de competitie. Het was dat jaar dat voorwaarts kampioen is geworden. Oh, nou, want dat is een jaar voor nationale. Ja. We speelden daar op het voorwaarts sportcentrum. Robin Hood tegen voorwaarts. En de wedstrijd was op dat moment 1-0. En we kregen een penalty. En ik was zo zelfverzekerd, want ik scoorde haast altijd. Altijd. En juist zo die dag koos ik een andere hoek dan wat ik normaal koos. En Ronnie ging de juiste hoek in. En hij stopte die penalty en voorwaarts won met 1-0. En ze zijn door die uitslag geloof ik kampioen geworden. Want SNL, die ook in de race was toen, die kwam punten tekort, dacht ik. Als wij gelijk hadden gespeeld of hadden gewonnen, dan hadden we nog een beetje iets kunnen doen aan het verdere verloop van de competitie. En als je kijkt, we hebben tegen El Salvador gespeeld, Costa Rica. El Salvador hebben we ietsje beter gedaan vergeleken met Costa Rica. Nu is El Salvador haast elke keer in de laatste CONCACAF-blok. Suriname moet nog heel veel doen. Fudoro, Drape. Ja. Met de diaspora-spelers, wat is jullie kijk daarop? Ik zeg van, eigenlijk, nee, dit is het begin. Mm-hmm. Vele mensen gaan ervan uit, oké, met deze jongen willen, deze jonge heren willen ze direct naar WK gaan. Mm-hmm. Het gaat niet zo 1, 2, 3. Dit is het begin. Je moet kijken naar die jonge jongens die nu komen. Dus die nu, bijvoorbeeld, diaspora jongens die in het buitenland zijn, die ietsje jonger zijn. Mm-hmm. Op die mannen moeten we meer focussen, zodat we WK kunnen halen. Zo zie ik het hoor. Mm-hmm. Maar deze heren hebben gewoon een stap gemaakt, oké. Het kan ook zo zijn, laten we voor Suriname spelen. En ik denk dat die gaat over hebben voor Nederland en zo. Ze gaan ook. Ze gaan zien van, hey, deze jongens gaan nu kiezen voor Suriname. Dus we moeten nu focussen op de jonge jongens die nu komen. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk dat het wel haalbaar is, maar niet, ik bedoel, eerst volgende week. Het is een proces. Ja, het is een proces. Malcolm, jij komt uit, je zou kunnen zeggen, iets bijzonders dat we hier in Suriname hebben gehad, die generatie vanaf de pupillen. Heel mooi project is dat altijd geweest met die mini-aspie en aspies. En je ziet het resultaat waar je uiteindelijk bent gekomen. Hoe zie jij dit alles? Want je kan spelers uit het buitenland halen om te versterken, maar waaruit jij komt is ook iets. Ja, dus die quickfever moeten we weer even oppakken. Dus het jeugdvoetbal. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf de pupillen weer dat oppakken en die jongens begeleiden tot ze daar bij de senioren belanden. Want het zijn lokale jongens die als je ze gaat mixen met de diaspora, dan kunnen ze zich optrekken aan die jongens. Mm-hmm. Maar je moet ze hier alvast goed begeleiden en ze gereed maken voor dat moment. Oké. Okay. Goed, heren. Tot slot, als jullie nog... Ja, eigenlijk had ik nog iets toe te voegen. Ja, eigenlijk moet ik het ook zeggen van,
het ligt aan die moeder, organisatie ook. Niet dat het aan hun ligt, maar wat zijn hun plannen? Wat wil je bereiken en zo. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet het ook daar beginnen. Ja. Juist. Maar anders gaan we niet verder. Vaker samen met Trine. Mm-hmm. Want de enkele keren dat men even bijeenkomt en een wedstrijdje speelt, dat wordt hem niet. Nee, ja. Dus vaker trainen met de groep die er nu is. En wanneer men al een poosje bezig is, dan kan je de jongere jongens dan gaan invoegen. Mm-hmm. Want de groep die er nu is, die ga je over 2 jaar niet meer kunnen gebruiken. Want veel van ze zijn al over de derde. Ja. Dus dat wat er nu is, moet zich gaan vestigen eigenlijk. Mm-hmm. En wanneer dat al goed loopt, dan begin je in te voegen waar nodig. Ja. Ik zeg ook van, oké, de diaspora-spelers zijn in het buitenland, de lokale jongens. Je kan toch ook een oefeninterland met ze doen, dus, zodat ze het niveau kunnen krijgen en zo. Dat ze, wanneer die diaspora-spelers bij komen kijken, erbij zijn, hebben ze toch een redelijk niveau. Kunnen ze die andere jongens ook bijbenen. Maar als je ze laat en pas na 2 jaar weer een training of een selectie daar. Ja. Zet water naar zee dragen. Goed, jullie hebben je mening, jullie hebben een andere kijk dan de gewone luisteraar, Udena Sang. Jullie voetballen nog? Op recreatieniveau. Als je ons wilt, dan moet je naar Soes. Soes, dan draaf je ook als je dat En I go eten. Ja, als je warm wordt. Als je één dag hebt gespeeld, moet je 2 dagen, 3 dagen rusten. Dus jaren terug, toen ik weer naar Soze ging, stond ik. Toen ik de eerste wedstrijd weer moest spelen, stond ik echt even een paar minuutjes stil. En ik dacht van, hier begon het. Nu snap ik waarom mensen zeggen, wali is wama, toele is wapching. Want op datzelfde veld waar je jaren geleden was begonnen, daar ga je nu weer om tussen haakjes af te sluiten. Ja. Dus dat deed me wel even wat toen. Ja. Nou, mooi. Goed, ik wil jullie bedanken, heren. En vond het natuurlijk fijn jullie als Oru Legends, Oru Balma hier te hebben. Met een koepratanga desma. En... ik wil jullie nog heel veel succes toewensen met al hetgeen dat jullie nog gaan doen. Dank je. Dat is waar genoeg. Zeker. Vandaag in Oru Balmantori, Marlon Velter en Malcolm Weybald. Wij gaan eruit en de volgende week zijn we er weer met 2 andere levende legendes. Goeiedag. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging voor uw smaakpapillen? Spits de oren. Vanaf 12 uur biedt Le Classique uw 100% Surinaamse gerechten aan. Pom, pastei, soepen, verschillende vissoorten en nog veel meer. De donderdag en vrijdag zijn de vaste barbecue dagen. En zaterdag en zondag hebben wij doks, krab en garnalen. Le Classique Food staat aan de Plutostraat 209. Open van 12 uur tot 6 uur. Voor meer info bel op 8-72-85-23. Vergeet onze Le Classique Lounge niet te bezoeken. Voor meer info, bezoek onze Facebookpage Le Classique.